lekker. Nou, ik zag je skaten, man. Dus dan, ik ga fitten, ik ga van naar je kijken, weet je. Maar jij bent echt fucking pro, man, volgens mij. Nee, valt wel even. Niet echt pro, maar wel echt fucking goed. Ik heb zo goed willen skaten. Maar ik kan niet, weet je. En ik dacht, ik zie jou zitten. En ik dacht van, fuck it, man, ik ga vragen. Ik wil je mentor wel zijn. Ja, want jij bent senpai. Ja. Heb je een skateboard? Nee, man, ik heb wel een mini longboard ding, weet je. Nee, dat is niet goed. Je moet wel echt een skateboard hebben. Ik moet hem halen, man. Ja, zullen we die dan halen? Ik ga hem halen, ja. Oké, dan halen we die. Fuck, vet, weet je. Ja, toch. Ik ben klaar voor. Ik ben zeker klaar, man. We zitten vandaag lekker bij de skate store. Super chill, we gaan lekker bordjes kopen, man. Ja, dat gaan we even doen. Even een bordje uitzoeken. Ja, en ik ga lekker skaten. Yes, ik vind hem, man. Dat is allemaal mijn droom. Ik heb een bordje, maar ik weet echt niet waar we beginnen, man. What the fuck? Daar ben ik voor. Kijk naar. Kijk. Yes. Timing, jongen, timing. Yes. Alright, jij bent dus ook naar je eerste bord. Ja, mijn eerste bord. Oké. Neem me van me aan, ik kan echt niet skaten. Ik kan alleen een beetje rijden. Dat skate je tegen me. Alright. Nou ja, voor je eerste bord zijn er een paar dingen waar je op moet letten. Deze zijn wel. Iets dat je misschien in het begin niet direct zou weten. Is dat je in al deze boards allerlei verschillende breedte ziet. Oké. We gaan er wel echt van alles bij pakken. Waar is het goed voor, de breedte en zo? Hoe zwaar je bent of zo? Nou ja, het is eigenlijk niet zozeer gebonden aan hoe zwaar je bent. Het is gewoon eigenlijk wat je lekker vindt voelen. Laten we beginnen met de smalste. Ja. Dit is een 7,5. Ja. Zoals je ziet gaat het in de breedte niet zo heel veel. 7,5 inch. Je kan er even op gaan staan. Gewoon even kijken wat je ervan vindt. Oké, okay, dit is een 7,5. Dit is een 7,5. Het is een beetje aan de kleine kant. Ja. Dat is het jongen. Dit is een 7,75. Ja. Nou ja, dan hebben we nog één stapje bovenop. Ja. En dat is het 8,0. Een nieuwe collectie. Nou, zoals je al raadt, is die net weer een stukje breder. Ja, kijk maar eens even wat je daarvan vindt. Het sturen is natuurlijk ook best belangrijk. Als je kijkt naar deze dingen, die metalen dingen waar je wielen aan zitten, dat noem je de trucks. En in die trucks zitten van die rubbers. En die rubbers die bepalen hoe jij stuurt. Dus hoe meer ruimte die rubbers krijgen, dus hoe losser je deze bout draait, hoe makkelijker die stuurt. Ja. En zo werkt het hetzelfde eigenlijk een beetje met de wielen. Die zitten gewoon aan je trucks vast. En daarin zitten lagertjes. Ja. Nou, lagers zijn twee ringetjes met wat balletjes ertussen. En die zorgen ervoor dat je wiel goed rolt. Ja, precies. En alles aan zo'n bord is helemaal in te stellen naar hoe jij je chill vindt. Dus dat kunnen we daar wel even voor je doen. Yeah! Net als bij een eigenlijke normale schroef, als je hem naar links draait, gaat hij losser. En je ziet het al, hoe losser dat ding staat, hoe makkelijker dit weer gaat. Je wil hem natuurlijk niet te los, want dan is het wel de stabiliteit een beetje uit je bord. Maar het spreekt allemaal best over zich. Alleen ik zie wel, hier, Frankie, ik zie wel dat dit wiel is kapot. Die is niet kapot. Dat blijkt niet. Dat is zeker niet kapot. Je moet bij je skateboard altijd goed opletten of die gewoon goed ingesteld staat. We hebben net laten zien hoe dat werkt met dat sturen. Oh ja. Maar dat werkt natuurlijk ook zo bij de wielen. Dus je ziet deze draait wel en deze niet. Simpelweg als je het boutje gewoon wat losser draait en het wiel iets meer ruimte geeft, dat hij een klein beetje op en neer wiebelt, dan draait hij gelijk weer perfect. Oké. Kleine weer grote wielen. Super! Perfect, gelijk perfect. Eerste draai. Yes, nou. Om elke skateboard compleet te maken, moet je natuurlijk wel wat stickers doen. Ja, uiteraard. Ik hou van stickers, man. Yeah. Dat zijn de vetste die je erop kan plakken. Yes, zoals je wel ziet, regent het nu. Dus is het niet het allerbeste om hem mee naar buiten te nemen, helaas. Anders had je gelijk even uit kunnen testen. Nederland, jongens, Nederland. Dus als je weet, is water niet echt goed voor het bord. Nee. Dus pak hem gelijk op de verkeerde. Alsjeblieft, man. Hey, dankjewel, man. Mijn eerste bord. Mijn eerste bord. Hey, kijk eens aan. Thanks, man. Veel plezier ervan, hè. Mag ik lekker polsbreken van mezelf. Zo, ik heb een skateboardje. Ja, lekker, man. Fuck it, man. Helemaal nieuw gewoon. Echt, hè? Ik had gelijk de raad opgevolgd van een grote vriend van de skate store. Regular steppen is lekker moeilijk, jongen. Ja? Ik kan steppen weer.
Ja, maar het is wel beter, man. Ja, het is wel beter. Dus even goed aanleren. Nou, dan gaan we denk ik maar even een ollie leren. Shit. Vind je dat goeie? Ja. Ik heb zin in. Oké. En ik heb een stopman. Nou, ik denk dat we vandaag dan even de ollie alvast gaan leren. Dat is de basis. Ja. En een shovit. Ja, want de ollie is gewoon, dat moet je gewoon kunnen. Dat is gewoon de basic van alles. Echt, dat is echt de basic inderdaad. Als je dat niet kan dan... Zo, ik vond het fucking ziek. Ik vond dat wel echt fucking ziek. Ja. Voor jou is het misschien simpel of zo. Ja. Op zich, weet je. Ja, ja jongen, het is het onmogelijk gewoon. Maar mij gaat het ook lukken. Ja, ik ga het zeker leren. Hoop ik. Tuurlijk. Ja. We beginnen gewoon met de ollie, ja toch? Met de basis. De basis, zeker de ollie moet ik zeker even kunnen masteren. Nou, wat je dus doet, je gaat op je til staan. Je weet waarschijnlijk wel welke richting je opstept. Dus dan is de achterkant. Je til dit en dan ga je een beetje zo met je tenen zo grond staan. En dan val je snel erachter en wat je dan tegelijkertijd met je voorste voet doet, zorg dat je met je voorste voet zo en gewoon met het witte van je schoen dit wil ik helemaal zien wegvegen door het schuurpapier, dat hij dan weer recht in de lucht komt. Dus zo. Ja, het ziet er op zich wel goed uit al. Echt? Ja. Je, allebei de benen gaan van de grond af. Ja. Nou, Rico, dat ziet er niet heel veelbelovend uit. Tot nu toe. Maar ja, ik denk dat het wel goed komt na een weekje. Ja. Ja, gewoon lekker wat? Je ollie blijven oefenen. Ja. En misschien gaan we dan ook nog even een andere trick doen, de shovit. De shovit, ja. Ik kan nog niet eens ollie. Ik moet nu al door naar een shovit, jongens. Ja. Ja, een beetje variatie kan geen kwaad, toch? Precies. Nou, is goed. Laat me zien hoe het moet. Nou, oké. Shovit is een van de makkelijkste trucjes van skateboarden. Je hoeft daar niet voor gekke dingen te doen met je voet, weet je wel, zo. Maar je kan hem gewoon lekker zo omhoog houden. Oké. Je gaat zo staan, een beetje net als ollie, maar dan iets meer zeg maar, naar de buitenkant hier. Zodat je hem echt mee kan scoopen. En wat je dan doet, je hoeft hem nog niet te poppen eigenlijk, dat leer je later misschien wel. Maar voor aan het begin alleen je achtervoet naar achteren scoopen. Dus alleen dit. Oké, het ziet er wel makkelijk uit als een ollie, maar... Ja, het is ook wel wat simpeler, maar omdat je bord natuurlijk onder je beweegt, raak je een beetje in paniek en durf je er niet zo snel op te springen. Ja, dus maar dat is even de commitment die je moet krijgen, dat je er gewoon helemaal voor gaat. En toch? Ja, laten we maar gewoon doen. Yeah! Nou, waar ben ik aan begonnen? Nou, Rico, zoals je ziet, het is niet zo makkelijk, hè? Nee hoor, dit is wel moeilijk. Dat wist ik wel, waar ik aan begon. Ja. Je, het is niet, je hebt het niet binnen 1 seconde geleerd, zo. Nee, natuurlijk niet. Dat niet. Je moet wel echt commitment hebben om lekker te kunnen skaten. Ja. Maar dat heb jij. Ja? Ja. Dan heb ik ook nog huiswerk voor de kijkers. Weet je, als er kijkers zijn die skaten. Ik wil ook jullie beste ollie en een shovit zien. En dan moet je nog opsturen en misschien komt het wel gewoon in de video, weet je. Dus stuur je shit op naar skate@lijp.youtube, weet je. En dan kom je misschien in deze serie. Hoe vet is dat? Kun je allemaal laten zien dat jullie beter kunnen skaten dan mij? Dat is best wel vet, toch? Dat is vet. Je hoeft zo'n duimpje. Inderdaad, blauw duimpje. En abonneer even op het nieuwe Lijp. Dit was super vet.
En dan zeggen jullie in de volgende aflevering. Maar ik ben Olikan. En een soffit. Van het stoepje. En niet mijn nek breken. Klopt toch?